In the beginning there was Jack, and Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, "Let there be house," and house music was born. We zijn hier bij Our House in Amsterdam, het eerste en vooralsnog enige dancemuseum ter wereld. Met een hele reeks aan exposities en interactieve installaties willen ze de geschiedenis van de dancemuziek vertellen. Van de oerknal tot nu. Ze gaan binnenkort open, maar wij krijgen vast een exclusief voorproefje. Let's go! Arne, als ik denk aan dance, dan denk ik aan zweterige kelders. Dan denk ik aan mensenmassa's die helemaal uit hun plaat gaan. Ik denk aan grote festivalweiden. Ik denk nog niet per se aan een museum. Hoe vertaal je dat dancegevoel naar een museum? Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Daar kan ik niks aan weerleggen. Alleen dance is inmiddels bijna 4 decennia op weg. Dus er is ook echt wat om terug te kijken. Het is een hele rijke cultuur. Heel veel creativiteit. Heel veel muziek. Heel veel betekenis ook cultureel, vinden wij. Dus het is ook tijd om dat gewoon te vangen en te koesteren en te bewaren. Arne, je bent natuurlijk danshistoricus, Mr. Merry-Go-Wild. Je hebt boeken volgeschreven over de dansgeschiedenis van Nederland. En je bent nu ook curator. Ja. Het lijkt mij heel moeilijk om de geschiedenis van de dans in één museumbezoek te vangen. Hoe doe je dat? We hebben in ieder geval niet gekozen dat je gaat kijken naar statisch een lijst aan de muur of een object. We hebben ervoor gekozen dat je het moet ondergaan. Ja. Zoals dat ook met de dansvloer ook is. Je kan het 100 keer uitleggen, maar niks is te vergelijken met het feit dat je er staat. Dus als we hier naar beneden lopen, dan komen we in eerste instantie uit in de grote zaal van de R. Voorheen de IT, natuurlijk een van de bekendste en beruchtste clubs van Nederland. Ja. En we gaan eigenlijk het museum in volgens een soort festivalpsychologie. Dus we beginnen met z'n allen. Je koopt een kaartje, dan kom je hier binnen. Dan krijgen we eerst een beginshow. Die is gebaseerd op de bekende Jack speech. Jou wel bekend. Daarna kun je overal gaan kijken of er iets is naar jouw gading. Je kan een documentaire kijken, je kan een plaat mixen. Noem maar op, de bar is ook gewoon open. En dan uiteindelijk gaat er een signaal af en dan gaan we met z'n allen weer terug naar de dansvloer. Dan komen we hier weer en dan krijg je eigenlijk in 20 minuten het hele verhaal van nul tot nu in een hele grote show met de beste elementen van een festival closing eigenlijk. Maar als ik dit nu zie, denk ik, we staan helemaal niet in een museum. We staan in een club meets soort dance speeltuin. Nou, die houden we erin. Club meets dance speeltuin, dat is wat Our House is. Ja, fantastisch. We staan hier dus op de dansvloer. Dit is de Club R. Dit is heilige grond. Het blijft ook de Club R. Dus het museum is overdag en de club wordt s'nachts als alles weer normaal is. En we gaan hier eigenlijk voor een soort VR zonder bril. Dus je wordt hier helemaal ingesloten door de techniek. Je ziet hier allerlei schermen, LED, spiegels, dakken naar beneden, trillende dansvloer, CO2-kanonnen, noem het allemaal maar op. Dat kunnen we nu nog niet weggeven, want er wordt hier koortsachtig gewerkt om het allemaal af te krijgen. Maar daar komen we nog op terug. Ja. Als die eerste show achter de rug is, dan kun je gewoon in alle hoeken en gaten iets te doen. Hier zien we een aantal fysieke objecten. Het masker van Deadmau5, de trumpet van Timmy. Timmy Trumpet, Timmy Trumpet. Niet. Ja. En dit is de eerste 909 van Armin van Buuren. Daar heeft hij speciaal geld geleend van zijn ouders om zijn eerste plaat te kunnen maken. Hoe kom je hieraan? Stuur je een mailtje naar de mysterieuze Deadmau5 van: "Hey man, mogen we je masker lenen?" Ja, we zijn het eerste museum voor deze cultuur ter wereld. En je merkt ook wel dat iedereen het ook echt wel leuk vindt om uit een soort van legacy gevoel daaraan aan mee te werken. Dus het is wel helemaal ingebed in de scene, internationaal. En het gaat ook van, zeg maar, van links naar rechts, van onder naar boven. Ik moet wel zeggen, dit zijn geweldige mooie stukken, maar de hoofdmoot in het museum is toch gewoon interactief. Zelf beleven en zelf doen en niet zoveel kijken. Nou? Ja? Oh, ik ben zo benieuwd hoe dit voelt. Past het? Ja, het past. Hij heeft wel een iets kleiner hoofd dan ik, denk ik. Ja? Maar ik zie alles. Oh, hou me alsjeblieft vast, ik ben bang dat het niet valt. Ja, maar dat vroeg ik me nog af, maar het is wel best wel zwaar. Ik denk dat Deadmau5 best wel een gespierde nek heeft gekregen hiervan.
deze ruimte, dit is eigenlijk het natuurlijke startpunt, zou ik zeggen. Ik zou iedereen aanraden hier te beginnen. Dit is de History Masterclass, de naam zegt het al. Hier krijg je op deze royale wijze een spoedcursus deze geschiedenis. Ik zie Kevin Sanderson al. Hij wordt gegeven door een aantal iconen uit de dance. Kevin Sanderson is er een van, maar ook Carl Cox, Charlotte de Witte, Diplo en Armin van Buuren. Die hebben meegeholpen dit te cureren, dit samenstellen. En die hebben de voice-over ingesproken, waardoor ze er toch een beetje bij zijn. En dat in 12 minuten krijg je dus de geschiedenis van jaar 70 tot 2021? We beginnen wel begin jaren 80 in de warehouse in Chicago. Met Frankie Knuckles en Ron Hardy. Uiteraard Detroit, New York. Waait over naar Ibiza en Engeland, vanuit daar Europa. En natuurlijk 10, 12 jaar geleden weer terug eigenlijk naar Amerika. En van daaruit helemaal global. En wat is het laatste punt? Van waar eindig je hier? Het laatste punt is een groot stadion party op ADE. Ah, ja. Ah, ik ga gewoon voor de makkelijke. Dancemuziek is onlosmakelijk verbonden met drugsgebruik. Ja. Ik merk dat ik daar nog niet zo heel veel van heb gezien of geproefd hier. Nee, weet je wat wij dachten? Dat doen anderen wel. Mm-hmm. De dance, kijk natuurlijk al decennia lang, wordt het in media afgeschilderd als een drugscultuur. Dus wij dachten, er zijn twee elementen die wij nou niet heel erg naar boven gaan halen. Dat zijn A, drugs en B, de DJ-maklijst. Ja. Wat een beetje uit armoe altijd in media naar voren komt. Ja, ja. En wij vinden dat in een cultuur die zo leunt op zoveel creativiteit, over produceren en over DJ en over designen en over dansen en over mode en over show en al die elementen, daar gaan wij het over hebben. Ja. En niet focussen op drugs. Betekent dat wij het ontkennen? Nee. In de dance worden drugs gebruikt. Daar doet de dance in zelf ook helemaal niet moeilijk over. Is bereid om met iedereen dialoog aan te gaan. We hebben ook een hele educatietak, waar we daar veel gaan ontwikkelen. We gaan bezig met docu's, noem het dan maar op. Daarin gaan we zeker daarop in. Maar hier in het museum hebben we dat gedoseerd inderdaad. Nu komen we bij, van sommige mensen zou het een soort mecca zijn, namelijk de producerskant. En er is eigenlijk een hele range aan apparaten van toen en nu, waarmee de muziek werd gemaakt. Is allemaal te proberen. Ik kan hier zelf op spelen dus? Jij kan hier zelf op spelen, ja. Ja. Nou, en dit is eigenlijk toch wel een van de allervetste dingen van ons museum. Dit is de grootste sequencer in de wereld. Hij doet het. Je kan er muziek op maken. Ik heb Dixon al gebeld. Kan ik hem uitbrengen? We gaan hem uitbrengen deze avond. Ja, heel vet. Je kunt hier echt uren in verliezen natuurlijk. Wordt een beetje vechten op een plek waarschijnlijk. Dat wel. Oké, aan het einde van ik ben weggeblazen door deze show, als het goed is. Ik heb met drumcomputers kunnen spelen. Ik heb de geschiedenis meegekregen van de dance. Hoe hoop je dat mensen hier weggaan? Hoop je dat ze meteen doorstomen naar de clubs van Amsterdam? Hoop je dat ze naar de eerste de beste muziekwinkel gaan om zelf een drumcomputer te kopen? Hoe wil je mensen wegsturen? Met dat allemaal ben ik tevreden. Dat zou natuurlijk te gek zijn. Ik kan me inderdaad voorstellen dat je met een messen geslepen hier naar buiten komt. Dat je met een stoom uit je oren de deur uitkomt en dan ook, hé, waar gaan we heen? Nou, top. Dat gevoel ken je wel, toch? Dat je zo de zenuwen voor een party. Als we die hier kunnen bewerkstelligen, waar ik overigens wel van overtuigd ben, hoor. Nou, dan ben ik hartstikke blij. Vooral hoop ik, en dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren in de coronatijd wel gezien. Ik hoop echt dat mensen die daar niet van overtuigd zijn, dat die hier snappen. Het is meer dan een feestje. Het is niet alleen maar dom op een dansvloer staan, uit je dak en beats incasseren. Dat is gewoon niet zo. Ja. En ik denk dat een heel groot deel van de mensen die hier zal komen dat echt wel weet. En ik hoop dat er ook een deel komt uit interesse. Of misschien zelfs wel dat hier mensen eigenlijk met tegenzin dat hier komen te staan. Die denken van nou, zij zullen het wel even
weten, ze gaan even naar het museum, ze gaan even de geschiedenis vangen. Daarvan hoop ik dat die hier wel denken van oké, ze hebben het wel begrepen en ze waarderen het op wat het is. Mm-hmm. En dat is heel veel, vinden wij. De insteek is dat je hier met wat voor bril op je ook binnenkomt, dat we je laten voelen hoe groot en fantastisch en rijk de dancecultuur is. Stoom uit mijn oren, let's go! Stoom uit mijn oren en gaan! Ja! Nou, we gaan naar de bar.